Ja, en het zijn de donkere dagen voor kerst tijdens Black Friday. En het winkelcentrum is echt helemaal in de kerstsfeer. En ja, ik hou er toch wel een beetje van. Buiten is het al donker aan het worden. Maar hier binnen hebben we gezorgd voor volop sfeerverlichting. Ja, bij de Eiwis Opticiens is het hartstikke druk. Maar waarschijnlijk hebben ze hier hele leuke Black Friday aanbiedingen. We gaan eens even naar binnen. We gaan eens even kijken wat er allemaal loopt. Kijk, netjes veilig de spatschermen. Ziet er allemaal goed uit. Oh, en die mevrouw die schrikt. U schrikt ervan, hè, mevrouw. U denkt, wat gebeurt er allemaal? Dag, mevrouw. Je weet helemaal niet wat ik wilde gaan vertellen. Het is zo jammer, hè, als je dan weggaat. Want ja, het is namelijk, het had de geluksdag kunnen zijn. Maar ja, nu wordt het de geluksdag voor deze meneer. Goedemiddag, meneer en mevrouw. Hallo. U bent druk aan het zoeken naar een mooie nieuwe bril. Dat klopt helemaal. Ja, mag ik vragen? Ik ben van het winkelcentrum en we zijn eens aan het kijken wat voor bezoekers er zijn op Black Friday. Wat kost zo'n bril bij de Eiwis nu tegenwoordig? Kijk al even. Ja. Ja. 400 euro. 400 euro. Gaat er nog Black Friday korting af? Die heb ik denk ik al afgehaald. Die is er al af met die 400 euro. Als ik nou eens de helft van die bril mee zou gaan betalen, is dat een leuke dag dan? Ja, want ik kan alleen maar kijken. Ik kan alleen maar kijken. Ik heb namelijk de pinpas van alle ondernemers. Ik kan ook zeggen, als u zegt van nou, ik wil later terugkomen, dat ik vraag of ze misschien ook cadeaubonnen hebben bij de Eiwis. Ja. Dat ik een cadeaubon mee ga geven van die 200 euro. Dat u op uw gemak terug kan komen. Kan u er ook een zonnebril voor kopen? Nee, alleen een bril. Alleen een bril, alleen een bril. Geen zonnebril. U krijgt geen zonnebril, hoor ik net, meneer. U krijgt alleen een gewone bril. Alleen, is dat een idee? Ja. Als je er nou een dubbele van maakt, dan haal ik ook een bril. Je kan ook twee bonnen van 100 euro ervan maken. Toch? Ja, dan hebben jullie allebei een bon van 100 euro. Ja, dat is nou, gaan we doen. Dan ga ik even kijken. Ga ik met de stok over de camera maar langs. Want we zitten weer met de anderhalve meter. Hallo, ik kom even met mijn... ja, hallo. Ik kan ook onderdoor. Is dat handiger? Zo, doen we het zo. Hallo. Ja, en je naam is? Mijn naam is Jules. Jules, ik wil graag twee cadeaubonnen van 100 euro. Twee cadeaubonnen. Hoe kan ik even waar ze liggen? Want ik ben hier nog niet zo lang. Elze, waar liggen de cadeaubonnen? De stagiair vraagt waar de cadeaubonnen liggen. Oh. Ik ben in opleiding. Oh, je bent in opleiding. Oh, ja, nee, helemaal goed. Kijk, ik zie twee keer een factuur voor mij. Ja. Mag ik het wel in één bedrag pinnen? Lukt dat wel? Zeker. Nou, heel fijn. Ja, zeker. Nou, we hebben geen verwijderingsbijdrage hier, hè? Het is gewoon 200 euro. Ja, ja. Ja, dat heb je tegenwoordig ook met Black Friday. Dan denk je dat je een bedrag hebt en dan krijg je in één keer verwijderingsbijdrage erbij. Oh. Nou, ik ook van alles van Black Friday. Dat doen we nooit. Nee, nou ja. Nu krijg je het. Maar u denkt altijd dat ze de boel een beetje besodemieteren, zeg maar. Ja. Daar heb ik voor u de tip. Ja. Wat u nu doet hier met die brillen, gaat u volgend jaar doen voor Black Friday. Als u dan wat leuks weet, dan weet u wat het op dat moment kost. Ja. En dan in de gaten houden. En ze zitten er wel tussen, de goede aanbiedingen. Maar je moet wel even slim doen. Op onze leeftijd hebben we alles wat we nodig hebben, dus wat doe je dan nog meer? En goede gezondheid kan je niet kopen, weet je? Nee, anders dan was ik even met mijn pinpas naar Den Haag gegaan. Toch? Nou, absoluut. Ja. Dan waren we van deze ellende af. Ja. Oké, hij mag. Ja, dan moet jij even met die camera weg, want dit is te groot om contactloos. Er moet echt de pincode aan te pas komen. Ik ben akkoord. Nou. Kijk, dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Kijk, dit is 100 euro voor uw bril. Ja? En een brutaal mens heeft de halve wereld, dus u heeft ook de helft ervan. Ja. En het bonnetje voor mij, dankjewel. Heel veel succes. En tot januari, hè? Ja, tot januari.